Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon. En we zijn in aflevering 6 alweer. En dit is eigenlijk Rollercoaster 2, jullie weten het. Maar we spelen het eigenlijk de Rollercoaster 1 maps. En jongens, kijk eens de Chocolate Lock. Ik heb hem duurder gemaakt. 6,50 euro. Ik wil hem 7 euro maken. Ik wil het proberen. Ik wil kijken wat mensen gaan doen. Ze betalen het er grof voor. Maar wat ik heb ontdekt, echt niet vet. Je ziet het na de intro. Oh. Okay, people, let's go to work. Het is eigenlijk een beetje vals spelen, maar ik had zoiets van, ik wil het gaan doen, ik wil het proberen, want het duurt best wel lang voordat ik weer geld erbij krijg en ik wil eigenlijk heel veel dingen gaan bouwen en kopen. Dus, wat ik heb gezien is, jullie kunnen dit ook gewoon doen, dus heb je thuis Rollercoaster 2 of 1 of ik denk 2, want daar heb je die fontein in. Ga dit alsjeblieft nadoen wat ik nu ga doen. We hebben de fontein, je pakt de Water Future. En ik plaats hem gewoon een paar keer zo in het veld. Gewoon een beetje random zo. Ik weet dat mijn geld er nu echt keihard achteruit op gaat. Maar dat is helemaal niet erg. En we doen dat in deze rij ook. Hoppakee. Gewoon lekker bouwen joh. Maak het uit. We zetten alles vol. Zo. Jullie denken, wat doet Vincent nou weer? Kijk, nu pakken wij de achtbaan. En nu plaatsen wij de achtbaan waar we dat fonteintje hebben gemaakt. En wat nou het voordeel is, is dat we dus als we nu gaan bouwen, dat we alleen maar geld erbij krijgen. Is dat niet fantastisch? Kijk, natuurlijk niet heel veel geld. We zouden zelfs een bochtje kunnen maken. Want dan kan ik die tweede rij ook meenemen. Hoppakee. Nou, dan zeg ik op een gegeven moment van, ik sloop de achtbaan. En dan krijg ik er ook nog geld voor. Nou, dat doe ik dan nog een keer. Even snel zo. Hoppakee. Klik, 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 klik. Wauw, en zo zie je maar weer 18.000 inmiddels. Ja, dat is eigenlijk een beetje vals spelen, maar nu kan ik wel wat meer attracties bouwen. En ik zat te denken, zullen wij de miniatuur stoomtrein plaatsen? Of zullen wij toch voor iets anders gaan? Moeilijke keus. We hebben de waterboomstammen gedaan. De achtbaan. Achtbaan is ook leuk, de houten achtbaan. Het zijn wel dure achtbaantjes. Sorry, moet je kijken, maar echt ontzettend veel trek zitten er wel bij. Dat wel. We kunnen wel een goedkopere nemen. Deze is wel goedkoper. 9000. Ik vind deze wel heel compact. Kunnen we hem ergens plaatsen? Kijk, hier zo. Zo. Ik vind het wel een hele mooie omgeving, maar dat... We zouden hem daar kunnen plaatsen. Ik zou kunnen kijken of ik hem ergens anders neer kan zetten. Wat dacht je van hier op de... Heb je wel gelijk dit gedeelte gevuld? Ik denk dat ik hem hier ga plaatsen. Bam! Kijk. Dat is gaaf. Wel jammer dat dat thema gelijk eraan zit, weet je. Want nu moet ik al die paardjes aanpassen. Want ik wil dit... Ik wil die kleuren... Ik wil de kleur helemaal niet. En ik denk dat ik deze ook gewoon door laat gaan, deze wachtrij. Ik vind die wachtrij sowieso niet gaaf. Dus ik pas hem een beetje aan. En hij moet trouwens groen worden, zoals we bij alle dingen hebben gedaan. Ik denk dat deze wel een beetje langer mag. Deze wachtrij. Ik doe deze gewoon nog iets langer nog. Want ik denk dat deze wel heel veel wordt bezocht. Zo. En dan pakken we dit pad. En die moeten we aansluiten op dit pad. Nou ja, ik weet wel iets toevallig. Kijk, als we deze nou een trappetje laten gaan omhoog. Haalt hij dat? Nee, natuurlijk niet. Oh, dit is echt heel hoog. Hoe gaan we dit fixen? Oh, dit komt net. Dit is net te laag, denk ik. Yes! Het is gelukt. Nou, dat betekent dat we een nieuwe achtbaan kunnen openen. En ik heb ook echt gelijk heel weinig geld. Heb ik 2 treinen, is goed.
Die gaan iets sneller omhoog. Ik ga de openen. Ik ga de prijs gelijk 6 euro. Ik maak gelijk 6 dollar van. Of 6,50. Ik vind dat ik er 6,50 van kan maken. Het is toch wel een spannende achtbaan. Een wit is die helemaal. Ik ben niet gek van de kleur. Ik ga hem veranderen. Ik verander het in een beetje bruin. Bruin met bruin en met zwart. Zou kunnen. Ik merk dat als je een achtbaan plaatst van het spel zelf, dat ze heel veel met blockbreaks hebben gedaan. Dus remblokken. En gaan de mensen in? Er zijn mensen die iets vinden. Nee, die vinden het gewoon waarschijnlijk te intens. Want er gaat één diehard fan gaat erin. Gast nummer 678. En ik ga kijken wat hij vindt. Hij heeft niks bij zich. Hij zegt het park is schoon en klein. Het spoken is wel gaaf. En hoeveel geld heeft hij bij zich? $45. Oh, dan kan hij makkelijk in de... Hij kan makkelijk hierin. En we noemen hem whitewash. Waarom heet die whitewash? Hij is niet eens meer wit. Ja, hij was wit. Oké, tof. Deze achtbaan staat heel gaaf. Ik wou nog iets op die berg doen om te vullen, hoor. En dat is nu gelukt. Nou, iedereen neemt een Burger King, zie ik hier. Heet hij nog steeds Burger King? Hij heet nog steeds Burger King. Mooi zo. Maar echt, alles zit vol. Alle bankjes zitten vol. Zelfs tot hier aan toe. Dus wat ik nu doe, als ik even stiekem kijk, kan ik hier ook nog een bankje toevoegen. Huppakee. En ik denk dat zelfs daar dadelijk mensen op gaan zitten. Ongelooflijk. Allemaal van die Dire Burger King mensen hier in mijn park. Nou, wat prullenbakjes erop zo. Wat lantaarnpaaltjes. Dat oogt wat leuker, wat chiquer. Zo. Nou, de achtbaan gaan nog niet zoveel mensen in. Ik heb het gevoel dat het niet echt nog aantrekkelijk is. Ze zeggen ook dat hij heel intens is. Dus ik denk echt voor de diehard fans. Dus hier staan echt van die stoere bikkels. En kijk, en deze loopt goed. De waterwoestijngekheid, die loopt gewoon perfect. Ik heb gewoon niks te klagen over deze. Het gaat gewoon lekker. Is inmiddels $5. En deze, de echte beste achtbaan, die is gewoon $7. En ik weet niet of ik hem duurder kan maken. Ik ben bang, als ik hem 7,50 maak, dat mensen gaan klagen. Ik ben heel benieuwd. De kotste mensen zelfs bij de ingang. Dat is niet goed. Nou, dan hebben we een veger hebben geselecteerd voor dit pad. Het voordeel is dat ze volgens mij niet echt in de wachtrijpad gaan. Ze gaan er gewoon in, joh. En de attractie is gewoon €7,50. Dat is echt intens duur. En deze achtbaan, de houten achtbaan. De houten achtbaan is een beetje voor de stoere bikkels. En ja, deze achtbaan is een beetje voor de kinderen. Dat zie je ook wel, we hebben meer kinderen in het park. Ja, ik ga nog eens wat bouwen. Ik zie hier trouwens nog wat kots liggen en hier wat kots. Jeetje jongens, wat is er met de gekots in het park? Er is echt heel veel lopen te kotsen. Ik pak een handyman, die gooi ik even daar naartoe. Huppakee. De stoomlocomotief lijkt me een leuk idee om dat te bouwen. We hebben heel weinig plek, dus het wordt een krap baantje. Lijkt me hier leuk om hier dit kleine stuk de stoomlocomotief te bouwen. Gewoon een heel klein ritje hoor. Ik denk dat het maar een heel klein stationnetje wordt. Zo. Hier een bochtje, een groot bochtje. En waarom ga je niet eens zo? Ja, het liefste dat je er achterlangs gaat. Het is allemaal echt heel krap hier. Dat zeg ik je eerlijk. Maar het ziet er wel leuk uit. Zo om de berg heen. Dan moeten we dit ook kleiner maken. Zo, en dit afronden zo. En dan hoop ik dat hij dit haalt. Ja, dit haalt hij zeker. En moeten we nou gelijk naar de uiteinde doen? Het zou wel gaaf zijn. Het zou wel kunnen, zo'n baantje. Het is wel klein, compact, maar het is wel een heel leuk treinritje. Wacht, wacht, wacht. I have the perfect ID. Zo. Dit gaat hij natuurlijk weer niet doen. Nee, zie je het? Oh, dat is zo vreselijk met die gangpaden. Dat is zo belachelijk. Kijk, je moet zeg maar klik. Eén keer klikken, wegklikken. Oh, dat gaat helemaal niet daar. Oké, dan gaan we hier wat bouwen nog. Een etensteentje of zo. Kijk, wat hadden we hier? Wat hadden hier al? Even kijken hoor.
We hadden hier nog geen Burger King staan. Ik wil nog één Burger King zetten. We hebben trouwens nog best wel veel geld over. Ik dacht dat die stoombaan dat die best wel duur zou zijn. Maar dat valt echt wel reuze mee. En ik maak hier 2 euro van. Want ik zie dat er veel burgers worden verkocht. We gaan eens kijken wat voor stoomlocomotief is. Het is echt 1 stoomlocomotief. 1 trein. 4 cars. Ik zou zeggen 3 cars en 2 treinen. Ik ben benieuwd of dat... Ja. En dan moet hij vertrekken. Wait for any load. En dan minimum wachttijd is dan ongeveer 20 seconden. Dus om de 20 seconden gaat er een stoomlocomotiefje. Ik ben benieuwd of mensen erin gaan. Want wat was de prijs ook alweer? 1 euro. Waarom gaan mensen er niet in? 2 euro. Er gaat 1 iemand in. En die kijkt ook een beetje somber. Echt zoiets van, nou, het is dat ik in die attractie moet. Maar anders had ik er gewoon niet in gegaan. En hij moet niet veel zeggen, want hij heeft... Dit is echt zijn allereerste attractie, zeg maar. En hij zit er ook echt met een andere gozer in. Kijk, ze zitten. Wat schattig. Ik vind dat zo leuk. Sorry mensen, ik vind dat altijd zo leuk als ze in zo'n stoomtreintje gaan. En ik vind dat ze ook een beetje overdekt moeten gaan hier. Ik weet niet of ik een klein iets kan bouwen hier. Een beetje thematisatie. Niet te veel, want je weet wat er met dat vorige keer was gebeurd. Weet je het nog, mensen? Dat ik... Ja, je weet het alweer. Kijk, ik maak hier een... Dat ik de rit in een karretje aan maken was. Weten we het nog? Ja? Oh, we weten het weer. Ja. Dat ik zoveel geld kwijt was aan de thematisatie. Ja. Nou, dat gaan we dit keer niet... Dat gaat hopelijk niet gebeuren dit keer. Ik maak hier een soort van... Huppakee. En omdat je ziet dat ik... Dat is een beetje zeurderig hoor. Er is nou eens een nieuwe attractie. De Spiral Slide. Is dat niet gewoon de glijbaan? Of is het de bobsleebaan? Ik weet het niet. Ik ga het zo checken, joh. Ik beloof het jullie. Zo, hier gaat hij onder een tunneltje. Leuk. Een klein overdekt tunneltje. Er zitten trouwens meer mensen in. Oké, mooi. En er eten mensen veel burgers. Ze zitten alleen maar burgers te eten in mijn park. Ik maak wel bankjes extra. En natuurlijk wel prullenbakken. Zo. Jeetje, ze zijn alleen maar aan burgeren. Alleen maar aan het burgeren. De Spiral Slide hadden we nieuw. Wat is het? Wat is de Spiral Slide? We hebben zoiets het reuzenrad nieuw. En dus... wat was het? Wat was die nieuwe attractie? Ik wil weten wat het is. De Spiral Slide. Was die gewoon de glijbaan? Ja, de glijbaan. Nou, die zetten we mooi hier op de hoek. Zonder ingangspad. En dan maken we er 1,70 van. Er mogen 5 mensen maximaal op de attractie en we doen hem open. Zo, de Spiral Slide. De glijbaan staat hier lekker in het midden, compact en wel. Ik wou nog een beetje deze attractie aankleden. En omdat we natuurlijk een beetje in de Wild West, of nou Wild West, een beetje in de woestijnsfeer moeten blijven, plaats ik gewoon een paar palmboompjes verspreid over... We kunnen daar ook wel cactusjes pakken hoor. Dat is geen punt. Zo, dit gaat hier zo langs boompjes. Gezellig, zo. En ik wil hier het een beetje afzetten. Want ik vind dat dat pad, weet je, daar moet je voor uitkijken. Dat mensen niet zomaar van denken van we gaan erin lopen. Zo. Dit ga ik even afzetten, zo. En dit zet ik helemaal af tot aan de wc. Huppakee, voor de veiligheid. Alles doen we voor de veiligheid. En dat doe ik hier ook. Hier zet ik ook wat hekjes zo. En dat doen we hier ook. Hekjes zijn er voor om geplaatst te worden. En ik weet dat heel veel mensen dat nooit doen. Die hekjes denken van het boeit me niet. Maar dat ziet er toch wel beter uit, vind ik. Zo. Nou, de stoomlocomotieven gaan goed. Wanneer de ene aankomt, vertrekt de andere. Voor mij kan je dat zelfs ook nog instellen hoor. Wanneer de ene aankomt, dat die andere weggaat. Leave if another train arrives at station. Doe ik dat gewoon. Maar hij wordt minder bezocht, joh. Wat zeggen mensen over deze attractie? Ze willen wat engers dan de railroad. Nou, ik zie het. Ik plaats een achtbaan. Nou, hij wordt aardig bezocht. Ik zeg niet veel, maar hij wordt aardig bezocht. 6,50. We verdienen extra veel aan deze achtbanen. Dus ik denk dat het spel heel erg gemaakt is om... Voor achtbanen, denk ik. Zou je niet zeggen, hè? Rollercoaster Tycoon.
Ik had trouwens nog wel binnen een Ferris wheel, die wou ik plaatsen. Het reuzenradje. En ik denk dat ik hem gewoon lekker in de hoek plaats hier. En waarom doen we dit pad niet verbreden? Let op. Dit pad verbreden met de uitgang. En dan kunnen we bij die uitgang kunnen we ook nog wat stoeltjes neerzetten. Want als mensen dan wat gaan eten, die willen even graag zitten, weet je, een bankje, want dat hebben ze heel vaak. Dan kunnen ze lekker daar gaan zitten. Hey, er is over nagedacht. Ik maak een uitgang of een ingang voor de Ferris wheel. Huppakee. En die maken we open en die zeggen we van 1,50 is die. En 1 rotation, dat is goed. Prima, ik wil de kleur nog even aanpassen. Ik vind het een beetje een saaie kleur. Ik maak er groen van. En ik maak er wit van. En ik maak er geel van. Ziet er wel leuk uit. Mensen gaan er spontaan in, ze hebben ook geen keus. Leuk, leuk, waar ze allemaal in kunnen, dat is leuk. Oké, ik ga de aflevering voor deze keer afsluiten. Ik huur nog wel even extra een mannetje aan, want ik merk dat mijn park heel veel wordt ondergekotst. En ik denk dat ik ook een wc'tje moet bouwen bij de ingang van de houten achtbaan. Blijkbaar is hij dus wel misselijkmakend. Kunnen we dat doen, jongens? Ik denk dat dit wel moet lukken. Nee, oh, is dat de verkeerde kant? Slim, Vince. Slim, Vince. Draaien, draaien. Zo. En ik plaats de restroom. Bedankt voor het kijken, mensen, naar deze aflevering. Tot de volgende keer, Rollercoaster Crew. Doei, doei!